Het is niet leuk om over na te denken, maar wat gebeurt er als je overlijdt? Voor je nabestaanden heeft dit behalve emotionele ook financiële gevolgen. Kan je partner bijvoorbeeld de hypotheek nog wel betalen als jij er niet meer bent? Met een overlijdensrisicoverzekering kun je je hiervoor verzekeren. Die keert het bedrag uit aan je nabestaanden als je overlijdt. Je partner kan dan het bedrag gebruiken om bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen, extra kinderopvang te regelen of de studie voor je kinderen te betalen. Maar er zijn nog meer redenen om je te verzekeren. Je partner krijgt namelijk niet altijd partnerpensioen als je overlijdt. Als je werkloos bent en je overlijdt, dan keert je vorige werkgever vaak helemaal geen partnerpensioen uit. Je hebt overigens waarschijnlijk geen overlijdensrisicoverzekering nodig als je bijvoorbeeld alleenstaand bent en in een huurhuis woont. Misschien een open deur, maar een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering keert namelijk altijd uit na overlijden en is bedoeld om de begrafeniskosten te betalen. Een overlijdensrisicoverzekering heeft een beperkte looptijd, denk aan 10 of 20 jaar. Als die looptijd is verstreken, dan volgt er geen uitkering meer als je daarna overlijdt. Er zijn verschillende opties als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Ten eerste kun je kiezen welk bedrag je wilt verzekeren. En ten tweede hoe lang de verzekering loopt. Ten derde of dit verzekerd bedrag gelijk blijft of daalt na verloop van tijd. Het verzekerde bedrag hangt namelijk vaak samen met je hypotheeksom. En bij een gelijkblijvend kapitaal krijg je nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd. Kies je voor een dalend bedrag, dan is de premie lager en daalt het verzekerd bedrag ieder jaar. Deze vorm sluit je vaak in combinatie met een annuïteithypotheek. Je lost jaarlijks immers een deel van de hypotheek af, waardoor de lening steeds lager wordt en je alleen nog de overgebleven lening verzekert. Heb je al een overlijdensrisicoverzekering? Dikke kans dat je minder premie betaalt als je overstapt. De verzekeraars hebben namelijk hun premies de laatste jaren flink verlaagd. Ook is er sinds 2013 geen verschil meer in premies tussen mannen en vrouwen. En hierdoor betalen mannen een nog lagere premie en kan het verschil oplopen tot duizenden euro's voor de totale looptijd. Je kunt in de vergelijker van de Consumentenbond nakijken hoeveel voordeel dit oplevert. We vergelijken alleen polissen met gelijkblijvende premies. Let op, als je polis gekoppeld is aan je hypotheek, dan moet de bank toestemming geven. Vraag dit vooraf aan en zeg de oude polis pas op als je door de nieuwe bent geaccepteerd. En in de praktijk zal de bank er geen moeite mee hebben om de ene polis door de andere te vervangen. Betaal je maandelijks premie, dan kun je ook maandelijks opzeggen. Verder zijn er wat dingen veranderd. Voorheen sloot je een verzekeringspolis af via een tussenpersoon en was de provisie voor de adviseur versleuteld in de premie. Sinds dit jaar is dat verboden bij levensverzekeringen. Je betaalt nu voor het advies apart aan de adviseur. De premie betaal je aan de maatschappij. Sluit je de polis online af, dan betaal je bij alle online aanbieders eenmalig een vergoeding. Ook als je de polis via de Consumentenbond afsluit, betaal je een eenmalige vergoeding. Heb je vragen over de vergelijking? Neem dan contact op met ons service- en adviescentrum. We geven geen financieel advies. Mocht je dit willen, schakel dan een financieel adviseur in. En wil je meer weten? Kijk dan op onze site.